Ik ben hier de temperatuur aan het meten van de olie. En de vloeistof die erbij gaat, dat moet op één temperatuur komen. En nou komt het op één graadje niet aan, maar het is mooi als het wel op een gelijkmatige temperatuur komt. Ik zie dat die behoorlijk aan het zakken is. Het is een kwestie van geduld. Je bent er eigenlijk heel intensief mee bezig. Hij moet warmer. Kijk, daar hebben we het weer. Het is niet een klus die je zomaar even doet. En je bent gezamenlijk ben je bezig. Op 51. Ik zit ook op 51. Wij gaan er bij elkaar mengen. Wij gaan het mengen. Maar eerst daarin. Lapjas en rubberen handschoenen aan. Beschermbril op. Het lijkt wel of we te gast zijn in een drugslab. Ja? Maar niets is minder waar. Want we mogen met Trix Niesthoven meekijken bij een bijzonder proces. De geboorte van een nieuw soort zeep. Twentse vlaszeep. Mooi, hè? Hoe vind je dit? Dat is toch geweldig? Moet je kijken. Helemaal dik? Ja, lekker, hè? Je zou het haast opeten, of niet? Maar dat doen we niet. We gaan het hierin gieten. En dan is de bedoeling dat de zeep dus vast vorm gaat krijgen. Deze massa die wordt mooi uitgesmeerd zometeen, dat die mooi gelijkmatig in deze bak komt. Maar zo zie je maar dat er met handwerk heel veel mooie dingen gedaan kunnen worden. De kennis voor het maken van de zeep komt uit Twente, van de Hogeschool Saxion. En ook de grondstoffen komen uit de buurt. Zo wordt de olie gewonnen uit vlas dat geteeld is in Enschede. Maar er is meer. Ja, dat is heel bijzonder. Dit was een wens van Twickel om de geur en de schilletjes vanuit de sinaasappels van de orangerie, om die te verwerken in de zeep. Twickelse sinaasappels verwerkt in Twentse vlaszeep. Jeanette Hettema neemt ons mee naar de orangerie op Twickel, waar de appels van oranje groeien. Vroeger gingen ze ook naar leveranciers, hier in de regio natuurlijk. En daar werden likeuren van gemaakt en zelfs snoepgoed. We hebben ook een tijd lang het zelf gebruikt voor in de marmelade. Maar dat is voor productie nu op het landgoed is het te veel. En dus lagen de citrusvruchten maar wat te schimmelen. Verwerking in de zeep is dus een goede oplossing. Ja, dat is natuurlijk heel erg leuk dat dat nu op deze manier gebruikt kan worden. En we zijn heel erg blij en trots natuurlijk dat we dat op deze manier kunnen verwerken. En wie weet in de toekomst nog op andere, met andere producten. Maar dit is een heel mooi begin en een heel mooi product natuurlijk voor het landgoed. Een mooi begin, nu nog kleinschalig. En dat is de bedoeling, zegt mede-initiatiefnemer Edwin Slaghekke. Want het project dient een hoger doel. We willen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt proberen hier weer een beetje in beweging te brengen. Dat je ook goed kunt zien wat er gebeurt, dat je het ook gewoon authentiek maakt. Dat het niet allemaal in weggestopte chemische fabrieken plaatsvindt. Maar dat je er gewoon lekker met je handen mee bezig kunt zijn, dat je je tijd eraan kunt besteden en dat je ook weet van hoe wordt het nu gemaakt. Toch durft Slaghekke best verder te dromen. Als het grootschalig wordt, dan worden het nieuwe economische dragers voor het buitengebied. Dat is zo'n hele mooie moderne term. Dan zou je de agrarische wereld een plezier mee doen. Maar je zou kunnen gaan kijken naar kleurstoffen. Of je zou naar geurstoffen kunnen kijken. Kunnen we die ook hier op Twentse bodem verbouwen? En dan zou je dus een soort agro-science park kunnen ontwikkelen. Nou, dat zijn dan dromen waar je het over hebt. Maar je moet klein beginnen. En je moet groot denken en klein doen. Dat is ook de gedachte hier. De Twentse vlaszeep is te koop bij de landwinkel van Twickel.